Iedereen heeft al wel eens spierpijn gehad. Dan weet je dat dat enorm vervelend is. Je hebt bijvoorbeeld, zoals ik, heel het weekend staan schilderen. En daar kan je arm al wel eens van pijn doen. Of je bent voor het eerst sinds lang gaan lopen. En je hebt je wat overdaan en je spieren zijn stijf. Dan kunnen opwarmende zalfjes een goed idee zijn. Maar wij hebben er een heleboel gekocht om te testen of dat effectief zo is. En wat blijkt, ze zijn toch niet zo nuttig als je zou denken. Ik leg uit waarom en wat je dan wel kan doen. Al die zalfjes werken eigenlijk op dezelfde manier. Daar zitten stoffen in die je huid gaan prikkelen, waardoor je hersenen denken dat je het warm of koud hebt. Maar die stoffen die dringen niet door tot in de spieren zelf. Die prikkelingen kunnen er wel voor zorgen dat je afgeleid wordt van de pijn zelf, maar aangezien ze niet tot in de spieren doordringen, gaat je spier ook niet sneller herstellen. Meer zelfs, in veel van die zalfjes zitten stoffen waar je allergisch op kan reageren. En dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. En kamfer en menthol, dat zijn ook stoffen waar je mee moet oppassen, want die zijn giftig. Die mag je dus in geen geval opeten of te dicht in de buurt van je mond en je ogen smeren. En dus ook zeker niet aan kinderen geven. Nu, wat werkt er dan wel? Heel gemakkelijk gewoon de spier rust gunnen. Als je toch graag van warmte houdt, dan zijn kersenpitkussentjes een goed idee. Ook al is het niet per se wetenschappelijk bewezen dat dat effectief zal helpen om de spier sneller te herstellen. Maar goed, warmte kan nooit kwaad. En als het dan toch nog niet overgaat, wel, dan ga je best een keer naar de dokter. Want dan kan het zijn dat je ontstekingsremmers nodig hebt. We'll be right back.